Oh, Luca helemaal klaar om naar buiten te gaan. Wat een sterke vent, hoor. Jij zit vol verrassing, hoor. We hebben een topgrap. Nou, meneer is weer een workout aan het doen. Tap it back. Hier is het feestje. 8 uur 's ochtends. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. En de mannen zitten er weer klaar voor, hoor. Goedemorgen, goedemorgen. Oh, Lucas woest, Lucas woest. We gaan lekker eten, jongens. It's breakfast time, breakfast. Lekker. Lekker. Papa lekker koffie. Feestje. Waar is het feestje? Hier is het feestje. 8 uur 's ochtends. Je ziet het goed. Ik heb mijn workout pakje aan. Want ik ga een workout doen. En wie gaat die geven? Dat ben ik. Ja. Ga eens even lekker afmatten, schat. Heb je zin in? Wout doet natuurlijk gewoon elke dag hier een workout. En ja. Ik zit dan toe te kijken met een bak koffie. En dan zeg je, ja, nou ga je eens een keer meedoen. Geen excuses. Dus, net zei jij weer, ga je nog koffie zetten? Nee, we gaan geen koffie zetten. We gaan nu gewoon even 10 minuutjes. Kom, hup. Oké. Okay. Je doet een squat. Ja. 1, 2, 3, 4. Hou je arm vast. Dus je houdt hem vast. Ga je omhoog. 1, 2, 3, 4. Naar beneden. 1, 2, 3, 4. You did it. Nice. Dit is echt lekker. Zie je, 10 minuutjes. We hebben net 10 minuutjes een workout gedaan. Ik ben helemaal bezweet. En ik voel me helemaal goed. Ik voel me goed over mezelf. En ik heb helemaal energie. Terwijl van tevoren dacht ik, hell no, dat ik dit ga doen. Ja, schat. Maar die 10 minuten gaan echt snel voorbij. Heb je koffie verdiend? Yes. Jullie hebben hem ook echt verdiend. Hoe lekker. Ja, chill. We hebben zo'n lekkere smoothie gemaakt met avocado, banaan, havermelk en spinazie. Echt heerlijk. Ik dacht, ik doe even tof. Ik ga even lekker gezond lunchje bouwen. Komt er een geur uit de pan net, uit de groenten. Nou, ik ben meestal niet zo... ik kijk eigenlijk nooit op pakjes of er, wat de datum is. Dus ik had lekker dit zakje wokgroenten erin geknald. Denk, doe een eitje erbij. Staat erop 22 januari. Ja, ik denk meestal, joh, hè? Een weekje later kan best. Maar hier komt een geur uit. Dat is, nou, het is niet te hard. Ik heb het allemaal in de prullenbak geknikkerd. Dus nu gaan we op een oude, ook een beetje zachte courgette. Maar ik vind het gewoon zonde om dingen weg te gooien. Courgette in het pannetje. Broccolietje erbij. Broccoli day keeps the doctor away. Ja. I speak English very well, but not so snel, maar dat komt nog wel. Oh, ik nog vergat te zeggen, broccoli en natuurlijk een lekker eitje. Lent en ei, hoort erbij, zeker. Oké, het gaat even helemaal mis hier, want ik wilde dus iets maken met courgette, broccoli en ei. Ondertussen heb ik er ook een zak zoete aardappel in geknikkerd. Zit de pan helemaal vol en sta ik nu in mijn handen met een bakje rivierkreeftjes. Nou, welkom in mijn wereld. Verder niks met ADHD te maken, hoor, maar gewoon de plannen die wijzigen nog wel eens. Wordt heerlijk trouwens, denk ik. Ja, jongens, mama to the rescue, want ik maak er weer een zootje van, hè? Nou, jij doet altijd 100 dingen tegelijk, dus dan ga je en je Instagram checken en koken en de kinderen doen en bellen. Ik wil een omeletje bouwen. Zeggen jullie omelet of omelet? Omelet. Omelet. Terwijl het met 1 M is. Ja. Maar dat wil ik dus maken en uiteindelijk zit er dus courgette, broccoli, zoete aardappel broccoli. In de pan. Broccoli en zoete aardappel in de pan. Dus ja. Dat gaat helemaal mis, want zoete aardappel met ei is volgens mij helemaal niet lekker. Nee, nou, dus kan misschien wel, maar... toen kwam ik to the rescue, want hij zei, wat moet ik er nou bij doen? Toen zei ik, Marokkaanse kruiden. Mijn keukenprinses. En wat feta en geitenkaas. En couscous. Vet hoor. Vet, ja. Hè? Ja, nou jij kan dat wel. Even een maaltijdje redden. Hoi. Hey. Hoi. 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 Zo, lekker hoor. Maar je hebt het dus gered nu. Ik moest zo met lachen, couscous. Want ik heb dus gisteren een reel gepost. Dit is namelijk onze struggle. Al sinds we elkaar kennen. Wat lag jij nou weer? Wout heeft het standaard 5 graden warmer dan ik. Dus ja. Dat is een enorm probleem. Vooral in de winter. Want ik heb het zo koud. Dus elke keer als hij dan niet kijkt, doe ik die verwarming hoger. En dan opeens hoor ik een soort oerkreet. Jezus! Wat is het hier warm? Ik word helemaal gek!
Ik krijg dan opvliegers uit dat ding. Hup, dus ik ga weer naar 19 en dan midden in de middle. De hele 21, tijd. 22. En vannacht had hij expres dus de hele avond de verwarming uitgezet in de slaapkamer. Dat doe ik altijd. Ik hou niet van een hete slaapkamer, maar hij wil gewoon in een soort koelcel van de Jumbo liggen. Het is ook bewezen dat je dan beter slaapt. Nou, ik vind het wel gelukt. Dus ik was gewoon, normaal val ik meteen in slaap. Ik zat helemaal, het is zo koud. Ik heb het zo koud. Ik ga nu een deken aan. Ik ga niet uit bed. Want ik dacht, ik ga nu niet uit bed en dan heb ik het weer nog kouder. Dus dan is wel... Heel even kijken wat daar allemaal gebeurt. Ik hoor allemaal gewoon. We zijn aan het spelen. Ja, dat gaat top. Toen is Wout dus een gigantische deken... uit de kast heeft hij getrokken. En dus ik lag gewoon als een soort prinses op de erf met zoveel dekens op me. Loodzwaar. En ik werd vannacht zwetend wakker. Helemaal in paniek. Want ik lag weer onder een soort... Ja... Nou, dan kan je toch de deken eraf doen? Dat is juist perfect. Uiteindelijk, daar lag jij dus op. Jij mag mij nu bedanken dat ik niet de verwarming stiekem omhoog heb gedaan. Bedankt. Graag gedaan. Wat is dit? Hey! Zit je in de mand? 1, 2... 1, 2... Hallo? 1, 2... Wie is daar? Tante Eli! Dat is leuk! Vind je dat leuk, Wolly? Ah. Hallo baasje. Hallo. Hi lieverd. Tranen gewoon. Oh, wat lief. Wie is dat? James. Joehoe, ik dacht ik deel even mijn outfitje, want ik heb sinds tijden weer een spijkerbroek aan. Vond ik wel eens leuk. En op de achtergrond zie je hele charming sokken. Het is min 1 buiten, dus ik dacht als we zo gaan wandelen, dan doe ik deze soort ski sokken aan. Ik had deze sokken trouwens gekocht toen ik ging bevallen. Want er werd heel erg tegen mij gezegd, oh mijn god, als je een keizersnee krijgt, dan zit je in een soort vrieshok en dan krijg je zulke koude voeten. Dus dan moet je echt warme voeten hebben met lekkere warme sokken. Dus toen had ik deze gekocht. Nou ja, nooit aangedacht, want ik had natuurlijk een natuurlijke bevalling. Maar nu komen ze van pas in die idiote kou. Top. Volgens mij heb ik het echt al vaker uitgelegd, maar ik krijg zo vaak de vraag hoe Wout en ik elkaar hebben ontmoet. En wij hebben elkaar online ontmoet. Ja, via Instagram. En ik zat zelf ook op dating apps. Die tijd op dating apps, oh my god, was zoveel miscommunicatie ook. Ik weet nog ook dat ik dan bijvoorbeeld een date had met een leuke gast. En toen gingen we een drankje doen. En ik dacht, ja, gewoon een drankje doen. En hij dacht meteen helemaal toen we klaar waren, zeg maar van... Nou, ga je mee naar huis? En ik dacht, nee, hell no. Ik ga gewoon naar mijn eigen huis. Ik heb zo vaak van die miscommunicatie gehad. En het kost zoveel tijd en energie. Nu werd ik benaderd door een nieuwe dating app. Relatief nieuw. Het heet Fruits. En ik dacht, ja, dat vind ik nou leuk om ook met jullie te delen. Met al mijn single volgers. Het is namelijk een dating app. En daarmee weet je gewoon precies waar je aan toe bent. Want je geeft namelijk door middel van een fruitsoort aan... wat je wil van diegene. Dus ja, of je een lange relatie wil of even het bed in. Je hebt verschillende fruitsoorten. Dus je hebt bijvoorbeeld de kers om je wederhelft te vinden. Dus dan ben je echt op zoek naar liefde. Je hebt de druif om een drankje mee te drinken, maar niet een one night stand. Dus gewoon alleen een drankje. Je hebt de watermeloen en die staat voor friends with benefits. En dan heb je de persik en dat betekent vanavond wil ik met jou de lakens delen. Dus ja, als je dat dan bij diegene ziet, dan weet je ook gewoon meteen, oké, diegene wil dus echt alleen maar seks of hij wil ook liefde vinden. Lijkt mij zo chill. Ja, ik ga hem natuurlijk niet meer gebruiken. Maar ik heb hem wel gelijk gedeeld met mijn vriendinnen en dus nu ook met jullie, mijn vrijgezelle volgers. Dan vond ik dit gewoon een hele originele dating app, dus bij deze.
Ik heb net eindelijk weer sinds tijden mijn nagels gelakt. Lekker rood. Normaal laat ik dit altijd doen bij soap. Maar ja, dat kan nu allemaal niet. Dus ik dacht, ik geef ze zelf even een kleurtje. We gaan zo de deur uit. We gaan lekker lunchen bij mama en Willem. We hebben echt een uitgebreide lunch besteld om even... Ja, dit hadden we al helemaal gepland. En we dachten, we gaan even een soort van uit eten, uit lunchen. Maar dan thuis, bij mijn moeder. En dan gaan we onszelf gewoon helemaal lekker verwennen. Met allemaal lekkernijen. En ja, ik kijk er al de hele tijd naar uit. Zoveel zin in. Dus we stappen zo op de fiets. En dan gaan we. Nou, en dit hebben we allemaal. Lekkere juice, eieren, aardappel, pannenkoekje. Oh, wat lekker allemaal. Oh. En weer terug van de lunch. Oh, ik heb helemaal zo'n rode neus van de kou van buiten. Charming. Ik kan dit iedereen aanraden trouwens. Want vaak bestel je 's avonds dan eten, tenminste wij. En dan voor de lunch ga je nooit helemaal zo uitgebreid... Ja, allemaal eten bestellen. Tuurlijk doen wij heel vaak Jonah Juice, even een broodje. Maar nu hadden we echt uitgepakt. En helemaal ex Benedict. Nou, je zag het allemaal. En dat is zo leuk, want we hadden dit echt al een week geleden gepland of zo. En ja, je voelt echt alsof je even eruit bent. Ja, je moet natuurlijk gewoon creatief zijn in deze tijden. En dingen bedenken die de dagelijkse sleur doorbreken. Dus ja, dit was wel echt een hele leuke. Ik wil dit echt vaker gaan doen. Verder ben ik natuurlijk helemaal... Vorige week vertelde ik over die luisterboeken. Wat een nieuw ding dat voor mij is. Echt een ontdekking. En ik heb gewoon het boek uit. Nou was het niet een enorm dikke pil, dat boek van Oprah. What I Know For Sure. Het was niet heel dik, maar nou, ik ben toch wel trots dat ik gewoon nu alweer een boek uit heb. En het motiveert me dus ook om gewoon veel meer te lezen. Ik zit weer helemaal ook in inderdaad die persoonlijke groei en daarover na te denken. Als je dus daar zo mee bezig bent, dan zet het je heel erg ook aan het denken over jezelf. En dingen waar jij dan... mee worstelt en zo. En als er iets is wat ik lastig vind, en dat komt dan nu ook wel weer naar boven, is de confrontatie aangaan met mensen. En daar bedoel ik mee, als je iets niet leuk vindt, of je irriteert, of weet ik veel wat, dan vind ik het lastig om dat te zeggen. Kijk, bij Wout is een ander verhaal, want daar ben ik 24/7 samen mee. En dat vind ik dan makkelijker, maar bijvoorbeeld met vriendinnen... zelfs met Vita of mijn moeder of mijn vader of andere familieleden. Daarin vind ik het lastiger om dus uit het niets dan te zeggen... Hey, dit en dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Of daar heb ik moeite mee. Of ik vind dat zo eng. Ik weet niet hoe dat komt, maar mijn hart gaat dan helemaal tekeer. En ik ben er wel ietsje beter in geworden de laatste jaren, maar nog steeds. Je hebt echt van die mensen, ik heb ook vriendinnen, nou, die zeggen meteen bam waar het op staat. Wout ook. Wout die is heel makkelijk in praten sowieso. En die heeft echt het hart op zijn tong liggen. Dus je zou ook altijd bij hem direct weten als hij iets niet leuk vindt of als hij ergens mee zit. Maar ik vind dat toch wel moeilijk hoor. Ja, ik merk dat echt. En... dan ga ik ook graven waar dat dan vandaan komt. Ik ben echt terug ook aan het gaan naar mijn jeugd. En nou, ik weet dat ik op de middelbare school vond ik het ook moeilijk al. Ik vraag me dan dus echt af of het dan in me zit. Of dat het iets soort van aangeleerd is van mijn omgeving. Sowieso is mijn hele familie niet echt heel erg van mega direct zijn. Of hard op je tong hebben en confrontatie aangaan. Dus ik denk dat het ook wel daarmee te maken heeft. Maar ja, ik vind dat dus heel... interessant om dat dan helemaal te ontrafelen. Ik denk uiteindelijk dat je ook heel ver brengt. Als je steeds dichter bij jezelf komt. Hebben jullie daar ook last van? Dat je het lastig vindt om de confrontatie aan te gaan met iemand? Of heb je echt zoiets van... nee, totaal geen moeite mee. Doe ik zo meteen. Huppa. Is voor mij heel makkelijk. Is gewoon een tweede natuur. Dat kan ook. Ja, iedereen heeft natuurlijk zo zijn worstelingen. Ik wil echt dit kanaal ook gebruiken om opener te zijn. Me kwetsbaarder op te stellen. En ik hoop dat iedereen dat een beetje doet. Want ik denk als we dat allemaal wat meer durven, daar komen mooie dingen dan uit. Dat geloof ik echt. En dan zie je ook wat er in iemand anders schuil gaat en wat er in iemand omgaat. Want
ja, je weet nooit waar iemand mee dealt. In het verleden mee heeft gedeeld. Je kan makkelijk een voordeel hebben over mensen. Maar ja, vaak weet je maar zo weinig van een ander. Dus ja, ik vind dat gewoon heel interessant. Je ziet het aan me. Ik ben al helemaal zo aan het nadenken. Maar oké, to be continued. Nou, en van dit soort pakketjes worden we heel blij. Oh, jeetje, wat is dit allemaal, hé. Flawless filter. Ik heb ze even opengemaakt. Even kijken. Oh, wauw, mooie kleuren dit voor je ogen. Kijk, en hier word je toch blij van. Allemaal nieuwe kleuren voor mijn lippen. Ik ga deze proberen. De Passion Kiss. Die helemaal rechts buiten. Dus ik heb dit trouwens gekregen. Niet gesponsord. Oh, wat grappig. Het is een soort lipbalm. Maar dan in een lipstiftvorm. Oh, ik vind het wel een mooi kleurtje. Ik heb weer lekker lopen kokerellen. Oh, ik heb hier zoveel zin in. India's. Met een naanbrood. Helemaal lekker dit. Breakfast for mom and dad. Ik voel me echt een horecatype, want ik draag dit met één hand. En ik ga bijna dood. Echt, ik en in de horeca werken, geen goed idee. Kijk eens. Oh. Nee, jij moet zeker niet in de horeca gaan werken. Het ziet er heel instabiel uit. Ja, ik laat het ook bijna vallen. Nou, ik ben aangekomen bij Joey. Zo chill dat ik dit kan doen. I have a home gym upstairs. And we do soul cycle classes. You're this... drinking this milk. I was gonna have cereal, but ik twijfel. With normal milk. Of, so not you. Of dit. Amandelmelk. I'm allergic, so I can't advise. Or I have havermelk, maar dit is voor de koffie, dus het is dik. Ugh. Of gewoon doe ik met alleen water. I would do it with normal milk, but you are always like, oh, you drink milk from a cow? It's because you do it with your coffee, hot cow milk. I feel like I'm a baby cow sucking the tit. Like, because it comes out hot. Nooit over nagedacht dit. Oh my god. Schat, by the way, kijk, I ordered the sweater. Wat een leuke sweater. Gewoon voor de grap. Wat leuk. I just wanted it for like, chill mode. I love it. Feel the inside. I need one with, oh, wat zacht. I need one with Elise. You need one with Elisa Boers. Oh, that sounds so ridiculous. To have my name here, Elise. Oh, yeah, okay, but for you, this is your YouTube name. So is your YouTube yeah, name. Yeah, it's my Elisa real Boers. Name. I love your head, though. Thank you, baby. Pulling Bear. Someone's gonna come in. Pulling Bear. Welke verdieping is het? Deva. Echt niet. Jawel? Niet. Zeven. All these stairs. Wat een chill ruimtetje dit. Schat. Here, let me set you up really quick with one exercise. Grab them with your hand. Face the thing. Grab the hand. And then put your feet at the edge of the mat. Yes? And then now go back. Let yourself go back. Go back like that. All the way back. Zo gaat hij los. Nee, schat. Go all the way back. Straighten your leg. Dat durf ik niet. Ik ben bang dat het loslaat. Schat, it's stuck in the door. Oh, okay. Okay, so you're gonna straighten the entire body. Straighten the entire body. And now tuck in the booty. Tuck it in. Yes, and now go back. All the way back. Straighten the arms. Straighten the arms. All the way straight. All the way straight. Jezus. Dit is geweldig. It's a TRX band. It's oh for my God. Allemaal it's exercises. Scary. Okay, baby, let's okay. Set up your bike. Okay. Chill met uitzicht naar buiten. En dan kijk je dus zo naar buiten. Hoe leuk. First, let's get this here. Okay. Oh my God, Wouter was here. No, Nick did it last. And it's, he always... Ja, Wouter is ook iemand die dat heel strak aan. Oh my God. Jezus Christina. Jesus. What way do I have to go? Sorry, that's not normal. Is someone afraid that the saddle will drop? Ik ben er klaar voor. What's up, guys?
Denise Renee here. Welcome, welcome, welcome. Get up and write. I love this music too. It's fierce, huh? Start to shake the body up on this one. Drop right and left. Tap it back. Yeah. Oh, dit was zo niet normaal lekker. Ik voel me zo goed nu. Helemaal lekker in mijn sportpak. Oh, ik kan niet meer. Ik ga een koffietje drinken met Joey. Oh, ik moet even zitten zo. Ik moet naar de tandarts en ik ben aan de late kant. Het zal eens niet. Dus ik zat te denken, het regent keihard. Auto, fiets. Auto, ja, lui en ik wil niet nat worden. Oké, ik ben aangekomen. Ik moet even naar de mondhygiëniste. Ik weet eigenlijk niet of ik ook de tandarts ga zien. Of dat ze alleen even mijn gebitje gaan schoonmaken. Ik zie er altijd tegenop, want ik haat dat gevoel van ijzer op je tanden. Ik word daar helemaal arilex van. Ik weet niet, het is net als met nagels over het krijtbord. Ik kan daar niet tegen. Dus als die, weet je, het doet niet eens pijn. Maar als die tandarts dan met zo'n ijzer ding zo zit te hakken in je tanden en zo. Oh, ik krijg er helemaal de rillingen van. Mijn tenen zitten zo in mijn schoenen gewoon. Dus ja, ik moet er toch aan geloven. Hè? Want we willen wel een gezond, fris gebitje. Dus ik ga even de parkeermeter aanzetten en dan kunnen we gaan. Oké, ik heb het achter de rug. Nou, ik word helemaal gek. Zo gevoelig, mijn tandvlees. Ze zei ook, je moet echt meer stoken. Maar het zit gewoon niet in mijn systeem om elke dag met die tandenstokers te doen. Oh, terwijl ik wil dat het in mijn systeem zit, maar het lukt maar niet. Zo irritant. Dus dan is je tandvlees gewoon zo gevoelig. Nou, dat heb ik gemerkt net. Maar goed, ik ben blij. Het is achter de rug en nu hoef ik lekker pas weer over een half jaar. Vorige keer heb ik jullie het al laten zien. Joya's Vida, dat geweldige vest. En ik heb nog een vest besteld. Ach, ik ben zo benieuwd hoe die er in het... Oh, yes. Oh my god, hij is nog veel mooier. In het echt. Wat is dit allemaal voor leuks? Oh, geweldig, wat mooi. Jeetje. Zo, ik heb hem aan. Leuk is hij. Kijk, de rug. Ook zo vet. Helemaal een soort rood. Heb je hem binnen? Ja, hoe vind je hem? Hè? Ik heb uiteindelijk de bruine gekozen. De zwarte vond ik ook wel heel cool. Die hier waren bijna schoon, toch? Ja, is allemaal schoon. Schoon. Kom maar, wat vind je? Leuk, toch? Kijk in de achterkant. Ja, is al helemaal extra. Huh? Wat leuk. Ja, hè? Ja. Hoi. Hoi. Hmm. Dit wordt allemaal weer gefilmd, natuurlijk. Ik had het eigenlijk oprecht een keer eens niet door. Nee? Die camera is helemaal geïntegreerd in jouw arm, namelijk. Ja, die zit gewoon vastgeschroefd aan mijn hand. Ik zie het niet eens meer. Hé, ik ga even wat mooie dingetjes aan jou laten zien. Nou, ik heb heerlijk gekookt samen met Joey. Oh. En het is een heerlijke groene curry geworden. Oh, maar we hebben net op zijn vlogcamera echt helemaal opgenomen hoe we het hebben gemaakt. En we gaan het nu proeven. Dus als je het wil zien hoe je het moet maken. Ik heb net alleen maar Spaans gepraat met Joey en Engels. Dus ik moet nu helemaal nadenken over het Nederlands. Heel raar. Your brain switching. Ja. Jongens, het ruikt heel lekker. Ik begin vast. Heel bizar. Ja, begin maar. Ik wil weten hoe het proeft. Maar goed, dan moeten jullie naar Joey's kanaal, want dan kan je het helemaal zien. Zijn laatste vlog. Mm. Is het goed? Oh. Ja. Chill. Oké. Lekker. Nou, eten. Nou, meneer is weer een workout aan het doen. Ook al lopen. Ook al lopen de kinderen eromheen. Haha. Wolly, wat doet papa nou? Even gaan we 30 seconden vasthouden. Auw. Stel op mijn haar. Hey, Loekie. Ga je kijken?
Wat doet hij nou, hè? Wat doet hij nou? Wolly, laat papa maar met rust. Wolf is obsessed van het haar van Wout. Dus die moet de hele dag daaraan trekken. Hoe zit de teller dan? Heeft iemand... Dat gaat die 10 minuten heel lang duren, jongens. Jongens, wie wil er een stukje brood? Kom maar. Ik heb een koekje, schat. Kijk eens. Wil je een stukje? Hier, lievertje. Ja. Goed zo. I love you. Jij ook een koekje? Oké. Ik wist niet dat je er was. Goed zo. Luca, nog een koekje? Oké. Oh, Luca, helemaal klaar om naar buiten te gaan. Je bent zo snoef. Je bent zo snoef. Ik ga jouw jasje ook aan doen, Wolly. Nou, Wolf heeft ook zijn jas aan, hoor. Het is gelukt. Hé, schatje? Wat een sterke vent, hoor. Ik doe het je niet na. Dag, liefjes. Veel plezier bij opa en oma. Dag. Dag, lievertje. Dag, lievertje. I love you. Ik ga je een kusje geven. Veel plezier bij opa en oma. Mwah. Dag schatje. Tot straks lief. Kijk eens wat een Amsterdammer. Fietst gewoon hier hoor. Over de grachten. Even een koffietje halen. Oh wat leuk hebben ze dit gedaan. Helemaal met leuke planten en zo. Oh wat chill. Heb jij ook honing? Ik doe altijd honing in mijn koffie. Kijk, hier word ik nou heel blij van, want ja, niks mag natuurlijk meer tegenwoordig. Maar buiten een koffietje on the go halen. En een kokosmacaroni in mik. Oh. Ja. Ja. Zo mooi. Oh, mooi, hè? Nu hopen dat je hem past. Zo, dat zou wel fijn zijn. Daar gaan we. Ja, dat is prima, toch? Ik vind dit al eng. Dat Wout ik... heeft een angst voor strakke ringen. Ja? Ja. Nee, je moet eerlijk zeggen, want ja, je handen zijn nu koud. Weet ik, maar kijk hoeveel ruimte er tussen zit. Als ik hem zo een beetje omhoog duw, dit vind ik prettig. Ja, dat is perfect. Ja. Kijken. Hoe gaaf. Heel vet. Ja. Leuk bij je andere ringen. Ja, zeker. Ja. Wil ik weer even iets ook anders? Allemaal van hier. En dit moet je natuurlijk nooit doen. Vloggen en fietsen. Nee. Deed jij ook laatst. Geen goed idee. Wat ga jij nou doen? Genieten van de grachten. Oh, dat is best een goed idee. Kom lekker bij me zitten. Het is wel... Heerlijk. Heel vredig dit, hè? Ja. Wat een goed idee van jou om gewoon lekker hier te gaan chillen. Dat doe je eigenlijk alleen in de zomer. Dan ga je dus op random plekken zitten. Ja. Maar in de winter doe je dat niet, want dan is het koud. Maar nu is het corona, dus we hebben niks te doen. De kinderen zijn weg naar opa en oma. En dan Heerlijk. Ga je dus gewoon maar buiten op random plekken zitten. Nou ja, ik zag dit bankje. We waren aan het fietsen. We gingen namelijk mijn verjaardagscadeautje ophalen bij Eenvoud. Bam, daar is die. Hoe dik. Maar die gingen we dus ophalen. Ja, en dan zie ik ineens dit bankje hier zo aan de gracht. Moet je nou kijken hoe leuk. Kijk dan hoe gezellig. Heel leuk. Ja, wat top. Jij zit vol verrassing hoor. Ja, wat top, grap. Ja, wat top, grap. Ik vind dat hoekje, jongens. Kijk nou even. Sorry hoor, maar dit uitzicht. Zonder die lelijke bus. Dit. Ik hoop dat de stad autovrij wordt. Hierom ben ik naar Amsterdam verhuisd. Ik hoop dat jullie dat snappen. Hoe leuk. En dan 's avonds gaan al die lichtjes aan op de brug. Nou, dan is het helemaal feest. Oh, ik ben alleen thuis en ik heb zo lekker sushi besteld. Hier hadden we vorige keer ook een keer besteld. Bij Dragon Eye of zoiets. Zulke lekkere sushi. Nou, gewoon niet normaal. Dus ik dacht, ik verwen mezelf even. Bounty is een vriendin van mij aan het helpen. Noor, ik weet niet of jullie die kennen. Vast wel gezien in de vlogs. Met een tv ophangen, vet lief. Dus ik ben home alone. De kids, die zijn bij opa en oma. En ja, even lekker zo'n avondje alleen. Nou ja, avondje. Het is natuurlijk een avondklok. Dus ik verwacht hem alweer...
Hoe laat is het? Oh, tijd gaat ook zo snel als je alleen bent. 7:30. Oh, ik heb nog 1,5 uur. Oh, lekker. Huh? Ik ben zo slecht in dozen openmaken altijd. Je zou zeggen dat ik inmiddels expert daarin ben, aangezien ik zoveel pakketjes in mijn leven heb opengemaakt. Maar nee, ik rach het altijd open in plaats van eerst even te kijken waar zitten de plakbandjes en die er even goed afhalen. Nee, maar dat komt ook gewoon omdat ik ongeduldig ben. Oh, maar dit is wel een feestje hoor. Ik dacht ik hou me in qua bestellen, want ik ken mezelf, dan bestel je altijd te veel. Dus dat wilde ik dit keer niet. Dus ik heb nu, nou deze, dit zijn een soort blokjes. Tuna tartare crispy, dus dit is verse tonijn erop, rauwe tonijn. Deze zijn next level lekker. En die gyoza zijn gevuld met garnaal. Ook waanzinnig, niet normaal. En zoals je eerder al zag, we hebben heerlijk geluncht bij mijn moeder. We hadden allemaal lekkere dingen besteld en American pancakes. Nou, je zag het allemaal, geweldig. Deze dag bestaat opeens helemaal uit waanzinnig eten. I love it gewoon, echt. Kijk, zo ziet het er natuurlijk wel veel leuker uit op een schaaltje. Ik lig heerlijk in bed. Laatste hand aan de vlog te doen. Hoe zeg je dat? Nou ja, kijk even hoe chill ik erbij lig. Ik ben helemaal alleen. Wout die is geboekt voor 2 dagen... hier gewoon in Amsterdam voor een modellenklus. Dus die is 2 dagen aan het werk. En de boys die zijn er opa en oma. Dus nou ja, ik kan me niet herinneren dat ik dit heb gehad. Dat ik helemaal in mijn eentje zo'n luie ochtend heb. En gewoon thuis ben in mijn eentje. En niemand die iets van me wil. Ach. Oh.